Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij Muziek de Roos. Mijn naam is Hans Rosnaal en ik ga u proberen om in 5 lessen u de basis van het pianospelen bij te brengen. Dat doe ik niet alleen met spelen, dat doe ik ook met bladmuziek. En die bladmuziek die kunt u gratis downloaden op de site van www.webshopderoos.com. Op de hoofdpagina staat de demofile, de demolessen 1 tot en met 5 gratis te downloaden. U kunt ook een mailtje sturen naar info@muziekderoos.com en dan krijg je ook geheel vrijblijvend de file, de pdf-file die u zelf kunt uitprinten. En die laat ik ook hier in de beeldscherm zien. Goed, wij gaan vandaag de basis van pianospelen doen. En dat gaan wij, als u die demofile opent, dan zit hier nog een voorwoord wat we allemaal nog meer doen. We hebben ongeveer 40 boeken op onze website staan. En wij geven... al jarenlang, al meer dan 10 jaar lang, geven wij heel veel lessen, allemaal online, in allerlei verschillende genres. En onder andere ook aan beginnende pianisten. Nou, op bladzijde 3 staat 2 toetsenwijzers. Die heb ik voor mezelf al uitgeprint en die heb ik al uitgeknipt. Die moeten natuurlijk niet uit uw boek doen, maar gewoon even uit een extra papiertje printen. En die kunt u dan op de toetsen leggen. En als u die zo ziet, dan ziet u dat die er precies op passen. Voor de 2 zit een C, dus uw toetsenbord is verdeeld in allemaal witte. En af en toe een groepje van 2 en af en toe een groepje van 3 zwarte. En voor de 2 zit een C. Dat is het hulpmiddeltje. Nou, eentje moet hier, die is ongeveer in het midden van uw piano. En die andere staat 1, eigenlijk 8 toetsen, dan noemen we een octaaf lager. Dus als u die zo neerzet, dan kunt u samen met mij gaan beginnen... met de eerste les. De eerste les gaat ervan uit dat u nog niet kunt noten lezen. Dat gaan we allemaal ter plekke leren. En dat is niet moeilijk, want u hoeft alleen maar te leren wat u voor het eerste nummer nodig heeft. Ik heb een aanwijsstok en dan kan ik zo heel mooi even aanwijzen van wat ik bedoel. Een notenbalk bestaat uit 5 lijnen. En aan het begin staat deze krul en die krul heet een G-sleutel. Dat betekent de rechterhand. Ja, en die notenbalk die is verdeeld in allemaal vakjes. En zo'n vakje dat heet een maat. Ja, en in die maat staan de noten. En de plaats waar zo'n noot staat bepaalt waar die moet worden gespeeld. Welke dat is en de vorm van de noot bepaalt de lengte. Nou, we hebben in het begin hebben we 3 verschillende vormen. Dat is een bolletje zonder stok. Dat is een hele noot en die duurt 4 tellen. Daar staat het, de hele noot is 4 tellen. Dan hebben we nog een leeg bolletje met een stok. Dat is een halve noot, die is 2 tellen. En we hebben de zwarte, en dat zijn kwartnoten, en die duren allemaal 1 tel. Terug naar het begin. Notenbalk bestaat uit 5 lijnen, allemaal vakjes, en zo'n vakje heet een maat. Dit is een blokje. Bij een blokje heeft u rust, hoeft u niet te spelen. Een blokje wat hangt aan de lijn is 4 tellen rust. Dus de hele eerste regel is al rust. En bij maat 3, 1, 2, 3, daarom staat hier een 3, beginnen we met de C. Nou, dat is de rechterhand. Dus we zetten even alle 5e noten op de toetsen. C, D, E, F, G. Drukt u ze maar eens alle 5 in. En nou drukken ze als oefening even stuk voor stuk in. Dus we beginnen met de duim. En u moet contact houden met de toetsen. D, E, F en contact houden met de toetsen, G, en dan gaan we weer terug. En dit zijn de noten die u in de eerste 5 nummers nodig heeft, voor de rechterhand, meer nog niet. Wij gaan die noten spelen. Dit is een C van 4 tellen, speelt u maar. 1, 2, 3, 4. Volgende noot, dat is de pink, 5 betekent pink, G, drukt u maar. 2, 3, 4. We gaan naar de derde regel. U heeft al piano gespeeld, hè? U heeft al een regel piano gespeeld. Druk u maar in. De C. Dit is een halve noot die duurt 2 tellen. 1, 2. De E, dat is de middelste vinger. 1, 2. G. 2. E. 2. Dus de cijfer bij de noot is de vingerzetting... En dat is voorlopig steeds als de E is de derde. Vierde regel. Dit zijn kwartnoten. Duren allemaal 1 tel. Speelt u maar. G, F,
E, D. En deze duurt 4 tellen. Hele noot. Tweede bladzijde. Speelt u maar. C, D, E, F, G, F, E, D. Allemaal kwartnoten. C van 2 tellen. E van 2 tellen. En een G van 4 tellen. 2, 3, 4. G, E, C, D, E, F, G, E, D, C. 2, 3, 4. Misschien gaat het u iets te snel, maar u weet, het is een video en die video kan u altijd weer terugspoelen. Dus ik zal ook niet vaak een oefening herhalen. En al onze video's van al onze boeken, al onze lessen staan op YouTube. We hebben meer dan 1000 video's op YouTube. Dus altijd alle lessen zijn bij ons gratis. Even kijken wat we hebben gedaan. Die vakjes, ja, dat zijn maten. Hele noot 4 tellen, halve noot 2 tellen, kwart noot 1 tel. En wat staat hier? Speel deze regel met de noten gebonden en de 5 vingers iets gebogen. Oh ja, die noten moeten dus aan elkaar vastzetten. Dus dit, dat is niet goed. En de vingers iets gebogen, dus de hand moet u niet recht hebben, maar u moet ze iets gebogen hebben. En uw pols, ziet u wel, uw pols moet even hoog zijn als uw hand. Dus dit is niet goed. Ontspannen zitten. Rechte hand. De elleboog net zozelfde hoogte. De tweede regel staat hier. Speelt u maar verder. Zit u rechtop. Rechtop zitten. Rechte rug. Belangrijk, dames en heren. Is uw pols even hoog als uw hand? En staan beide recht, heb ik net gezegd. Dan is spelen een plezier en ontspannend. En dat is het ook. Ik ga u iets anders leren. En dat is de metronoom. De metronoom is een apparaat wat je nog eens ziet op een rommelmarkt. En zo'n apparaat, dat is met zo'n hamertje die zo tik, tak, tik heen en weer gaat. Tegenwoordig gaat dat iets moderner. Doen we dat met een appje. Ja, een appje op de telefoon. Heel vaak gratis te downloaden. Het gaat erom dat hij regelmatig een tik geeft. Dus even zoeken op metronoom. En als je die indrukt, kun je die gebruiken om de maat te houden. Elke tik is een tel. Dus een hele noot zou 4 van die tikken duren. Die kan ik in tempo regelen. Er zit een tempoknop bij mij op het instrument. Oké, nu gaan we even spelen. Met z'n allen. U moet zich voorstellen dat heel veel cursisten bij ons, die hebben een iPad of een tablet op hun piano staan en die spelen op die manier mee. Of misschien wel een pc in de buurt, een laptop. U kunt zich er wel iets bij voorstellen. En die spelen daarmee. En niet alleen met de opgenomen lessen, maar wij geven ook iedere woensdag live gratis les op YouTube. Wij streamen, zoals dat heet. Wij zijn dus een online muziekschool. En dat doen wij op deze manier. Ik tel 4 tellen vooraf en dan beginnen we gewoon hier te spelen. Lijkt me handig. 1 en we beginnen gelijk met rust. We beginnen altijd om de handen op de toetsen te leggen. Dat doen we bij deze. Oké, komt ie. 1, 2, 3, 4. Rust, 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 rust. En dan komt de C met de duim. 1, 2, 3, 4, G. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Het is niet zo handig eigenlijk om de waardes van de noot te tellen, want dan weet je nog niet precies wanneer de maat is afgelopen. Dus wat we normaal doen, als er 4 vierde staat, betekent dat je altijd tot 4 moet tellen. Dus deze bladzijde gaan we spelen. En dan tel ik steeds tot 4. Weer 4 tellen vooraf. 1, 2. Hand op de toetsen. Heeft u hand op de toetsen? Vingers mooi gebogen. Pols recht. 1, 2, 3, 4. C. 2, 3, 4. 1. 2, 3, tweede regel. 1, 2, 3.
3, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Prima gedaan. Wij gaan naar nummer 2. Dit is nummer 2. En u ziet wat er anders is, is dat het allemaal hele noten zijn van vier tellen. Maar er staat ook een andere sleutel. Dit is een F-sleutel. En een F-sleutel betekent voorlopig linkerhand. Dus we hebben een G-sleutel en we hebben een F-sleutel. En u zult straks in nummer 3 zien dat die beide sleutels boven elkaar staan. Ik kan het wel vast even laten zien. Zie dat? En die accolade betekent dan dat we ze samen moeten spelen. Maar dit nummer heet niet voor niks linkerhand. Even kijken wat erbij staat. U kunt een metronoom gebruiken voor het tellen. Dat heb ik in het vorige nummer uitgelegd. Deze kunt u misschien als app op uw telefoon downloaden. Dat klopt. Elke tik is een tel, vaak een kwartnoot. In het begin kunt u ervan uitgaan dat elke tik een kwartnoot is, een tel. Niet een seconde natuurlijk, maar een tel. Houd iedere hele noot hieronder steeds vier tellen ingedrukt. Dat klopt, want een hele noot is vier tellen. Ziet u overigens de F-sleutel aan het begin staan? Dat is de F-sleutel, betekent linkerhand. Ja. Noten lezen is voor links anders dan voor rechts. Oeh, dat is een bijzondere. Dus wat hier een C is, dus dat die tussen de ene onderste en de middelste lijn in staat, wil dat niet zeggen voor de rechterhand. Bij de rechterhand zou dat een A zijn. En die gaan wij veel verder in de toekomst spelen. Dus noten lezen links is anders dan noten lezen rechts. In nummer 3 gaan we linkerhand combineren met rechterhand. En dan ben je hier bijna klaar naar 8 tellen. Dat gaan we samen spelen. We gaan de linkerhand op de toetsen leggen. Drukt u ze alle 5 maar in. En we gaan in dit nummer alleen de C, de F en de G gebruiken. De D en de E nog niet. Laten we eens even oefenen. Speelt u maar eens een C. D. Dat is een lastige. E. Handen op de toets laten staan. F. G. F. E. D. C. Ik zet de metronoom weer aan. Wij gaan linkerhand spelen. We beginnen hier. Vier tellen vooraf. En als ik zeg ik zet de metronoom aan, hoeft u dat nog niet te doen. Dat doet u alleen als u voor uzelf oefent. Anders krijgen we allemaal metronooms door elkaar heen. Komt ie. 1, 2, 3, 4, C. 2, 3, 4, G. 2, 3, 4, C. 2, 3, 4, G. 2, nou komt er een andere. F, F, 2, 3, 4, C, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4, C. We gaan de tweede bladzijde spelen. En C. Nu komt weer de F met de wijsvinger. 2, 3, 4, C, 2, 3, 4, G. 2, 3, wijsvinger op de F. F, 2, 3, 4, C. 2, 3, 4, G. 2, 3, 4, C. 2, 3, 4. Prima gedaan. Wij gaan naar nummer 3. Het is gebruikelijk in al onze cursussen dat aan het begin van de les speel ik alle nummers één keer voor. Dan heeft u gelijk een idee van wat het tempo zou moeten zijn en hoe snel het gaat. Dat is hetzelfde. Hoe de karakter is, hoe het nummer gaat en hoe snel die gaat. Dit is nummer 3 van 100. De cursus bestaat uit 100 nummers. Verdeeld in 4 boeken van 25 nummers. En al onze boeken staan op www.webshoptheroos.com.
toch al echt op piano spelen, vindt u niet? We gaan even kijken. Dit nummer heet En nu samen, betekent rechterhand en linkerhand komen samen. En de regel is, en dat geldt altijd, wat boven elkaar staat, moet tegelijkertijd worden gespeeld. Dus op het moment dat je die C indrukt, moet ook die C in worden gedrukt. Dus dat betekent, terwijl je die indrukt, moet ook die worden ingedrukt. Wij gaan de rechterhand even samenspelen. Kunt u even meespelen. En nogmaals, u kunt altijd de video terugspoelen. Dus op het moment dat u denkt dat u dit nummer beheerst, kunt u deze video opnieuw spelen. Kunt u proberen met mij mee te spelen. Rechterhand alleen. 1, 2, 3, 4. Twee, drie, vier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En de vingers gebogen houden en de andere vingers in contact met de andere toetsen. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, F en F, F, E, 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 D, 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 C. 2, 3, 4. En misschien valt het u op dat niet meer alle cijfers erbij staan. In de toekomst zullen de meeste cijfers verdwijnen. Het enige wat niet gaat verdwijnen is de naam van de noot in de noot. Dat is het bijzondere aan deze cursus, aan de Methode de Roos piano. De Methode de Roos betekent dat een naam erin staat. We hebben dus ook een gewone, reguliere pianocursus. En dat zijn gewone zwarte noten waar geen namen bij staan. We gaan samen spelen. Dat doe ik iets sneller. Twee handen op de toetsen. En u mag nu zelf weten wat u speelt, rechts of links. 1, 2, 3, 4. Ik noem de linkerhand, duim, 2 en de pink. En nog een keer die C. Derde regel, duim en de pink. Derde regel. D. G. D. C. 2, 3, 4. Dank u wel. We gaan naar nummer 4. Ik speel hem een keertje voor. Ik zet mijn handen op de toetsen. Dat is toch wel een stukje moeilijker, dames en heren. We gaan hem samen spelen. Ik doe een langzaam tempo. U kunt zelf beslissen of u rechterhand of linkerhand speelt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
derde regel. Tweede bladzijde. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. D en C. 1, 2, 3, 4. We gaan naar nummer 5. Nummer 5 is een echt liedje. Merrily We Roll Along. Ga ik voor u spelen. Ja, het wordt steeds mooier. Nummer 5 heeft als nieuwigheid dat in de linkerhand gaan die hele noten halve noten worden. Dus dat betekent dat je steeds 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wij gaan samen spelen, maar u mag ook rechterhand of linkerhand spelen. Langzaam tempo, handen op de toetsen. Het is altijd goede gewoonte om beide handen op de toetsen te doen, ondanks dat u alleen maar links of rechts gaat spelen. Vier tellen vooraf. 1, 2, 3, 4. En C. Derde regel. G. Vierde regel. C. 2, 3 en ga maar door. En nog een keer de C. En nog een keer. En nog een keer. Twee G's. En twee C's. Met de metronoom. Vier tellen vooraf. Kan kiezen tussen rechterhand of linkerhand. Komt ie. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tweede regel, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. Opnieuw aanslaan. En tot slot, 1, 2, 3, 4.
Wij gaan naar nummer 7. Handen op de toetsen, lichtgebogen de vingers, 2, 3, 4. Bladzijde 3, 4. Eén, twee, derde regel. G links. Eén, twee, drie, vier. Wij gaan naar nummer 8. Metronoom. Vier tellen vooraf. Doet u af en toe even mee. Komt ie. 1, 2, 3, 4. Derde regel. En we gaan naar nummer 9. Drie tellen vooraf. 1, 2, 3. Goed, misschien is nummer 10 een goed moment om de toetsenwijzers weg te doen. En probeert u dan eens te spelen zonder die toetsenwijzers. En bedenk, voor de 2 zit de C.
Dus dan weet u altijd dat dit de C is. Dus voor de 2 zit de C, is ook hier het geval. En dit is natuurlijk dan ook een C. Voor de 2 zit de C. En als u het wilt weten, voor de 3 zit de F. Maar ja, dat rijmt niet. Het tweede is, wat nieuw aan dit nummer is, is dat er een toets bij is gekomen. Dat is de lage B. Die zit net voor de C. Dat betekent dat u hand even moet verschuiven. Hier staat de lage B. En die B speelt u dan met de duim. En daarna speelt u de D weer met de wijsvinger. Daar is het dus weer gecorrigeerd. Vanaf dit nummer zullen we steeds vaker niet meer de regel hebben. Duim, 2, 3, 4, 5. Dus als u tot nu toe steeds hebt gekeken van, oh, de 3 is de E, dan is dat vanaf dit nummer eigenlijk gestopt. En moet u echt weer gaan noten lezen. Wij gaan het nummer langzaam spelen met toetsenwijzer. Met metronoom bedoel ik. Juist zonder toetsenwijzer. 4 tellen vooraf. Zo, dit is een mooi tempo. 1, 2, 3, 4. Linkerhand steeds opnieuw aanslaan. Dit is nu een noot van 6 tellen geworden. 2 plus 4. Nu komt die lage B. Duim. Wijsvinger. Tweede bladzijde. We spelen met ritmebox. 3 tellen vooraf. 1, 2, 3. 2 handen spelen. We beginnen.
naar het lage gedeelte. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bladzijde is de melodie precies hetzelfde, alleen zijn de noten een octaaf, dat is een ander woord voor acht, omhoog gegaan. Dus in plaats van deze E speel je deze E. Dat gaan we doen. Het lastige is dan dat de handen wat verder uit elkaar staan. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tweede regel. G. 1, 2, 3, 4. Dit is de derde regel. Is dat ik de vinger moet verschuiven. Kijk, deze noot, de C, speel je met de duim. D, wijsvinger. E, derde vinger. Maar daarna moet je je hand dus één positie verplaatsen, zodat je E met de wijsvinger wordt gespeeld. Dus ik speel het voor. C, C, D, E. En schuiven. Pink. De tweede bladzijde, de tweede regel, gaat die weer terug naar de pink met de G. En waarom doen we dat? Omdat we uiteindelijk weer een C spelen. Kijk, hier komt die. En daar hebben we weer een duim voor nodig. Derde regel is hetzelfde. De E speel ik met de derde vinger en daarna de E met de wijsvinger. En dan is uw hand tussen één positie opgeschoven. En de vierde regel komt het weer terug. En het voordeel van een video is dat je hem terug kan spoelen. Dus nu heeft u even gekeken naar de uitleg en dan spoelt u hem even een stukje terug en dan speelt u gewoon mee. Wij gaan het hele nummer spelen met de metronoom. Eventueel rechterhand, linkerhand of samen, dat kunt u zelf beslissen. Vier tellen vooraf. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wisselen. Twee. En weer terugwisselen. Twee, drie, vier. Derde regel komt nu. En. Wisselen. Twee. Wissel terug.
5, 6, 7, 8. Tweede bladzijde. Tweemaal een D. En uw linkerhand speelt halve noten, dus iedere twee tellen wisselen. Of wisselen, opnieuw aanslaan. Derde regel, 2, 3, 4. Laatste regel, teruggewisseld. En 1, 2, 3, 4 en vast. 2, 3, 4. Dank u wel, we gaan naar nummer 14. Nieuw aan nummer 14 zijn twee dingen. Ten eerste, we spelen een nieuwe noot. Dat is de hoge C. Dus normaal spelen we die als C, maar dit is de hoge C. Dan zult u begrijpen dat er ook een andere vingersetting bij hoort. Die pink speel je dan de hoge C. En daarna de A met de derde vinger. En de volgende noot is weer de G. Dus moet je de hand maar liefst vier posities verschuiven. Dus je komt van daar, dan ga je daar naartoe. Deze noot is 6 tellen, 3 plus 3, verbindingsboog. Deze regel staat tussen punten. Dat betekent dat die herhaald moet worden. Wat tussen de punten staat, moet je herhalen. Dat betekent in praktijk dat je deze regel tweemaal speelt. En daarna ga je gewoon door. Wij spelen dit nummer met de metronoom. Linkerhand of rechterhand. En later kunt u altijd nog weer de video terugspoelen. En dan kunt u de andere hand eventueel oefenen. Of samen. Drie tellen vooraf is altijd. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Vierde regel nu. Hoge C. En schuif de hand. Deze regel gaan we dus twee keer spelen. Herhaal. Derde regel, 2, 3. Hoge C met de F links, A met de C links. Deze noot duurt 6 tellen. 3, 4, 5, 6. En we gaan naar nummer 15. Dit is een nummer waarin veel technieken samenkomen. En ook weer nieuw. Wat samenkomt is weer die wisseling die we ook in het roodbosje zagen. Eerst de derde en dan de tweede, omdat je hier een A moet spelen. Is precies vergelijkbaar met het roodbosje. Dus 3, 3, 2, 1, 2. Derde vinger op de F, pink op de A. Dan de ringvinger op de G, F en hier schakelen we terug.
Intussen weet u dat in een driekwartsmaat in elke maat drie tellen zitten. De wals. Een wals is altijd een driekwartsmaat en een driekwartsmaat is altijd een wals. Echter wil het voorkomen dat in het begin van het nummer je geen hele maat nodig hebt, maar een stukje van een maat. Ook hier is dat het geval. For he, say jolly. Je kan begrijpen dat he's een accent nodig heeft, dus moet op de eerste tel vallen. Want in een driekwartsmaat is de eerste tel altijd een accent. For he's a jolly good fellow. Dan begrijp je dat er maar één noot nodig is. Een onvolledige maat aan het begin van het nummer heet een opmaat. Een opmaat. En dat betekent dus dat er niet het aantal tellen in staat wat erin zou moeten staan. Hier zijn de drie normaal. Er staat er maar eentje in, dus er ontbreken er twee. Om alles weer gelijk te trekken, aan het einde van het nummer, dat is hier, is een maat van twee tellen gemaakt. Dit heet de slotmaat. Dus we beginnen op maat en dit is een slotmaat. Dat betekent dus als je met een metronoom speelt of met tellen begint, moet je op de derde tel beginnen te spelen. En dat is wat we nu gaan doen. Ik ga de tempo niet te snel zetten. Ik tel eerst drie tellen vooraf en dan twee tellen die we voorbij laten gaan. En dan beginnen we te spelen met de derde tel. Handen op de toetsen. U mag rechts spelen of links of voor de deurval zonder u samen. 1, 2, 3, 1, 2. Omdat de opmaat nieuw is, gaan we nog één keer oefenen. Handen op de toetsen. Ik tel drie tellen vooraf en twee tellen laat ik voorbij gaan. 1, 2, 3, 1, 2. Derde regelkop nu. Wisselen met de wijsvinger. 1, 2, 3. En weer terugwisselen. 1, 2. Handen optillen. Rust. Drie kwartnoten links. Deze duurt 5 tellen. 3, 4, 5. Tik, tik, tik. 1, 2, 3, 4, 5. Wisselen. 2, 3. 2, 3. Wij gaan naar nummer 16. Staat iets nieuws. Ten eerste is te vermelden dat de linkerhand hier best complex is. Ja, kwartnoten die de melodie volgen, dat hebben we nog niet eerder gehad. Tot nu toe waren onze begeleidingen gebaseerd op akkoorden, maar dit is een andere wijze, een soort tweede stem. Ja, goed de noten lezen en proberen om die net zo vloeiend te spelen als de rechterhand. Best een uitdaging in het begin. Het tweede wat nieuw is, is dat we een kwartnoot met een punt hebben, gevolgd door een noot met een vlaggetje eraan. Een noot met een vlaggetje is een achtste en die duurt een halve tel. Maar de combinatie kwartnoot met een punt
En een achtste, dat noemen wij een stralend figuur. Dat zult u nog veel vaker horen, dat ik zeg stralend figuur. En dat betekent dat je het als ritme moet spelen, lang, kort, tot. En die derde noot, die hoort er eigenlijk niet bij, maar voor je gevoel is het goed om die erbij te denken. Stralende. En de de is dan die D. Ta-ka-ta. Deze duurt anderhalve tel, deze duurt een halve tel en die duurt twee tellen halve noot. Samen is dat weer dus vier. Stralende. En het klinkt. Hier staat die ook. Soms heb je twee achtsten achter elkaar. En dit is nooit met een vlaggetje een achtste. Maar op het moment dat je er twee achter elkaar hebt, en er zullen in de toekomst nog meer worden, worden ze verbonden met een streepje. Een verbindingsstreepje. Dit zijn dus twee achtsten. Die allebei een halve tel. Dus die duren samen net zo lang als deze ene kwartnoot. Dat begrijpt u. Ja? Voor je gevoel moet je er drie spelen. Ja? Pam, pa, pa, pa. D, tik, tik, tik. En ik zal ook vaak tik, tik, tik zeggen. Betekent dat je noten, ondanks dat er maar twee achtsten staan, moet je drie noten snel spelen. En die derde duurt dan natuurlijk wel langer, maar voor je gevoel heb je hem kort gespeeld. Tik, tik, tik. Hoort u wel? Tik, tik, tik. De hoge noten die hebben weer herhaling. Dat is dus dezelfde melodie als in het begin, maar dan een octaaf hoger. G, F, E, D, C, C, D, E. Lang, kort, stralende. Samen spelen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dank u wel, we gaan naar nummer 17. Dames en heren, niet alleen vanwege de snelheid, maar ook dat er een noot links bij is gekomen. Dat is de B. Ja, we wisselen steeds die C, G, G af, maar op het moment dat je een G speelt, komt er een B bij. En die B die is best wel lastig, want die moet je met de pink spelen. Ziet wel? Dus je moet af en toe een beetje, ziet u mijn linker pink steeds wisselen? Dat is eigenlijk de bedoeling. Voor de rest is het veel herhaling, wel goede veel vingerzettingen. Ik ga hem iets sneller spelen. Voor uzelf kunt u kiezen rechterhand of linkerhand. En ik zou het ook zeker apart goed oefenen. En u kunt altijd deze video terugspoelen. We beginnen met de duim. Daar, op de E. Dat is voor een nieuwste. Want normaal had je altijd dit als beginpositie. Nu is het dit. 1, 2, 3. Komt de B. 2, 3, 2, 3, 2, 3,
hoge D. 2, 3. 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3, 1. Tweede bladzijde. Derde vinger door. Hoge E. Dank u wel. We gaan naar nummer 18. Nummer 18, daar heb je voor het eerst te maken met dubbele noten. Ja? En dubbele noten, dat zijn noten die tegelijk moeten worden gespeeld, maar wel met de juiste vingersetting. En u ziet dat de vingersetting normaal erboven staat, maar bij dubbele noten hebben we de gewoonte om ze ernaast te zetten. Ja? Dus, die gaan we even bekijken. Dit is een F en een A met 1, 2. 1, 3. 1, 4. 1, 5. In 2. In 3. In 4. In 5. Wij gaan samen spelen. Handen op de toetsen. 1, 2, 3. 'Overigens, voor we doorgaan, dat ik steeds de onderste als eerste noem. Ik zeg steeds FA, EG, DB, EC. Dat is de gewoonte ook altijd. Als je meerdere noten tegelijk speelt, polyfoon heet dat, dan zeg je de onderste altijd als eerste. Wij gaan naar nummer 19. Thank you.
De kankan is natuurlijk een snel nummer. Dus dat betekent dat ik hem sneller voorgespeeld, maar langzaam beginnen met instuderen. Nieuw aan dit nummer is de toonladder van C. Wij spelen de volledige do, re, mi, fa, sol, la, si, do van C. En mensen vragen mij wel eens, waarom gebruik je altijd C, D, E, F, G en niet do, re, mi, fa, sol? Do, re, mi, fa, sol zijn zangnoten, ja? En C, D, E, F, G zijn instrumentnoten. De toonladder van C is de toonladder van C. Van C naar C, een heel octaaf. Die mag u even met mij meespelen. 1 met de duim, die staat trouwens niet op noten. 1, 2, 3. En dan gaat de duim eronder door en de duim zetten we op de F. G. En dan hebben we genoeg vingers om door te gaan naar die hoge C. De toonladder van boven naar beneden staat wel op papier. Dat staat hier. C, B, A, G, F. En nu gaat de derde vinger er overheen. Tot de C. En laten we zeggen, dat is deze week de extra oefening. Die toonladder van C spelen. Kunt u het meespelen? Nog één keer. C, D, E, duim eronder door. En terug. En de derde vinger eroverheen. Wij gaan samen spelen. Eén, twee, één, twee, drie, vier. Eerst met de pink ringvinger. Duim, wijsvinger. Toonladder. Derde vinger eroverheen. De pink. Ringvinger. Tweede bladzijde. We gaan naar de hoge noten toe. Twee, drie, vier. Ringvinger. Eén, twee, drie, vier. We gaan naar nummer 20. Muziek de Roos heeft ieder jaar een voorspeelmiddag en u kan zich voorstellen dat beginnende spelers graag dit nummer kiezen om voor te spelen. Dat was vroeger bij Muziek de Roos een zaaltje waar we met z'n allen samenkwamen, maar sinds we een online muziekschool zijn geworden, is ook de voorspeelmiddag online geworden. Dat betekent dat mensen hun nummers die ze zelf hebben opgenomen naar mij opsturen en dat ik dan tijdens een voorspeelsessie, of beter gezegd een voorspeelsessie is het eigenlijk, de verschillende video's laat zien. Er is nog een video van het afgelopen jaar zichtbaar. In de beschrijving onder deze video zal ik de link daarnaartoe erbij zetten. En dan moet u maar eens zien hoe mensen met veel enthousiasme en veel plezier
hun nummers spelen. Zowel qua piano als qua keyboard. Omdat wij pianolessen geven en keyboardlessen geven. Nieuw aan dit nummer is dat je twee noten tegelijk speelt links. Is dat extra moeilijk? Nee, maar het is wel even goed opletten dat je de vingerzetting goed hebt. Ja? Twee noten tegelijk spelen, dat noemen ze in de muziek een interval. Een interval. En er zijn verschillende soorten intervallen. Eén kent u al van naam, het octaaf. Het octaaf is als je twee dezelfde noten neemt. Met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 is octa, octopus. Kent u misschien wel een dier met 8 poten. 8. Er zijn er meer die ook zo'n naam hebben. En de eerste spelen we hier. Dit is 1, 2, 3, 4, 5. Dat noemen ze een kwint. Een 5 is een kwint. En dit is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat noemen ze een sext. Sext. Oké. Wij gaan langzaam spelen. Het is raadzaam om eerst de linkerhand goed te oefenen. Eén, twee, 1, 2, 3, 4. Benen G. En een loopje. Een trappetje. Kwint. Een sext. En terug naar de kwint. Dit is ook een sext. Een A en een F. Een B en een G. En een A en F van drie tellen. Rust. Pink schuiven. En een loopje. En... is ook afgelopen. Wij gaan naar nummer 21. Toch wel echt een stapje verder, dames en heren. Een paar dingen wil ik er even uitpikken. Even die noten. E, C, E, B, G. C, E, B, G. Eerst doe je die met de pink. En dan die met de pink. Dan krijg je twee noten tegelijk. Een terts zit dat. Dit is EG. En dan heel bijzonder twee noten naast elkaar. En dan een sext. Speelt u even mee met mij? Eerst die. CE. EG. FG. BG. Goed. Rechterhand, in de rechterhand is hier de vingerzetting opvallend. Ja, je hebt gewoon 5 noten op rij. B, D, F, A, B, G. Ik weet dat het handig is om te onthouden dat je steeds een witte toets overslaat. Sla je er eentje over, draai je weer eentje over, sla je weer eentje over. Zo kan je het makkelijker oefenen. We gaan samen spelen. U kunt altijd de video terugspoelen en in uw eigen tempo of rechts of links of samen spelen.
3 tellen vooraf, handen op de toetsen. Ik zal nog iets langzamer doen voor de zekerheid. Klaar bent u? 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Tegelijk een C en een E. E en een G. F en een G. En een B en een G. Ringvinger gaat door. Tweede bladzijde. Derde vinger. Tweede regel. 1, 2, 3, 4 en steeds weer de toetsen overslaan. Derde regel. Ik ga naar nummer 22. Nummer. Ja, en zeker in dit tempo. En ik denk niet dat u het snel in dit tempo al kan spelen op uw niveau. Maar je weet het niet. Je weet het niet. Het is zo'n nummer wat je altijd weer blijft herhalen. En op een gegeven moment haal je het. En dan haal je dit tempo. We gaan gelijk spelen. Op maat van 2 tellen. Dus ik tel eerst 3 tellen vooraf en dan 2. 1, 2, 3, 1, 2. C, E, G. B, D, G. Een D. C. A. Lage G. C. E. G. C. Dames en heren, jongens en meisjes, weer van harte welkom bij speelde nummer 23. En 23 is niet bijzonder extra moeilijk, maar het is wel die 2 keer zit er een loopje in. En dat maakt het toch uitdagend.
Wij gaan spelen. We hebben een opmaat van 2 tellen, dus we beginnen met de derde tel te spelen. En de eerste noot links is een F. 1, 2, 3, 1, 2. Uitdaging. Ik zie u graag terug bij nummer 24. Van het stralende figuur, dames en heren, jongens en meisjes. Ja, stralende. Weet u het nog? We hadden het voor het eerst in nummer 16, denk ik. Ja, het nummer van Beethoven. Stralend figuur is officieel een kwartnoot met een punt. Hier staat hij. En gevolgd door een achtste. Maar eigenlijk moet je die derde er altijd bij rekenen. Je zegt voor jezelf stralende. En die achtste die moet dus heel mooi kort zijn. Dat is maar een halve tel. Wij spelen weer dubbele noten links. U ziet hier een C en een E staan. Die afstand noemen ze een terts. Maar hier een nieuwe C en een F. Die afstand noemen ze een kwart. 4, 1, 2, 3, 4. Kwartetten, hè? Kent u het begin? Is het begin van zie ginds komt de storm? Of is het begin van Wilhelmus van? Het begint dus bij de nummers met een kwart. Een zwarte toets. Kijk, daar staat hij. Vies. Dat is een zwarte toets tussen de F en de G. Die kan je niet spelen samen met een toetsenwijzer. Dus als u al toetsenwijzers nog heeft, dan kunnen ze in dit nummer zeker weg. Dit is de derde vinger. Dan wordt hier de vierde vinger. En dan hier gaat de derde vinger op de vies. En dan heb je hier. We gaan samen spelen. Niet te snel, mooi tempo. Komt-ie. Geen opmaat, we beginnen met de eerste tel te spelen. 1, 2, 3, 4. De vingers. En tweede bladzijde. Tik.
tweede bladzijde nog één keer. Ja, even stop. Ik wil nog even zeggen dat deze noot, die komt precies hier tussenin. Wat in de muziek boven elkaar staat, moet gelijk worden gespeeld. Dus je speelt eerst pam, pa. En daarna ga je pas met die E door, want die staat erna. Deze noot hebben we misschien nog niet eerder gespeeld, hè? Dit is een A. Ja, die kennen we al van het F-akkoord. Maar denk erom dat je die A goed met de derde vinger, met de wijsvinger doet. En dan weer de A met de derde vinger. Tweede bladzijde doen we nog een keer. 1, 2, 3, 4. Tik, tik. In dit nummer. Wij gaan naar nummer 25, de laatste uit dit boek. Dit is nummer 25 uit dit boek, het laatste nummer uit dit boek, maar deze cursus zal uiteindelijk doorlopen naar nummer 100. Dus 100 cursusnummers. En dit is al best een lastig nummer. Dus u kunt u voorstellen wat u allemaal nog gaat leren op gebied van piano. Geen nieuwe zaken, maar het is wel even goed om het nummer langzaam met beide handen in te oefenen. Dus eerst rechts, eerst links. En we doen hem langzaam. Drie tellen vooraf, één tel voor opmaat. We beginnen met de tweede tel te spelen. 1, 2, 3, 1. Duim eronder door. 25 nummers lang. Er is een boek dat vanaf 26 tot 50 gaat lopen. En er zal ook een video komen van 26-50. Maar bedenk dat dit een cursus is die naast onze normale cursus is. Dus we hebben een cursus met normale zwarte noten. En we hebben een cursus met de naam van de noten in de notes. En u kunt vanaf dit punt eigenlijk steeds overstappen. Echter, het basisboek piano is 50 lessen en deze zijn maar 25 lessen. Dus wellicht koopt u een aantal nummers dubbel. Maar het is wel een goede methode geweest om u te introduceren in de wereld van pianospelen. En wellicht is het zo goed gelukt. En daar hoop ik ook inderdaad op. Ik vond het fijn dat u erbij was, dat zei ik al. En ik hoop u graag terug te zien
bij de andere boeken van Muziek de Roos of in het muziekuur wat wij elke week houden. Dat is live les en één keer in de maand, in de laatste les van de maand, is dat voor beginners. En ik vind het fijn. Wij hebben een passie voor piano en voor keyboard en ik hoop dat we dat een beetje aan u hebben kunnen overdragen. Ik zie u graag terug bij de volgende keer bij Muziek de Roos. Dag!